ben Hans Snoeijen. Ik ben bovenal conceptontwikkelaar, maar daarnaast ook gewoon ondernemer binnen de horeca. Ik ben eigenaar van Hotel Nijver en Café Pijnenburg. Hotel Nijver en Café Pijnenburg hebben als inspiratie de Gelderopse geschiedenis gebruikt, de plaats waar we zitten. Gelderop is textielnijverheid en Pijnenburg peperkoek speelt een belangrijke rol in die geschiedenis. Hè. Daar hebben veel mensen gewerkt, heeft het dorp gevormd. Die twee items hebben wij als uitgangspunt gepakt om Gelderop trots te maken op hun eigen dorp, met name hun eigen geschiedenis. Die laten we gewoon heel erg uitgebreid zien. Bij Hotel Nijver zijn we nu bezig met een nieuw onderdeel, een nieuw concept binnen het totaalconcept. Dat is Community Stay. Community Stay bestaat uit een ruimte waarin 5 kamers gesitueerd zijn rondom een centrale ruimte. Centrale ruimte hebben als naam keuken en huiskamer, zo zien ze er ook uit, maar het zijn eigenlijk vergaderruimtes. Voor groepen is het heel interessant om zeg maar in dat gedeelte van het hotel geplaatst te worden, omdat ze dan een eigen space hebben. De provincie heel duidelijk te maken waar de speerpunten zijn. Waarom moet iemand naar Brabant? Wat is dat dan te beleven? Je kunt daar wel altijd heel hard iets roepen. Design? Ja, hoe dan design? Hoe moet mijn hotelgast daar iets mee? Of innovatie? Ja, dat is eigenlijk leuk, maar wat moet mijn hotelgast daar mee? Wat kan hij allemaal vinden? En daar zou best een soort van digitale almanak voor kunnen komen. Dat je heel snel, heel vlug dingen kunt vinden waar je naartoe gaat. Dus een heel compleet naslagwerk kunnen creëren waar up-to-date gehouden wordt. Daar ligt ook een probleem. Hè? Als je als ondernemer, je kunt iets initiëren, maar je moet het bijhouden. Dat is het allermoeilijkste wat er is. Daarin kan een rol liggen voor de provincie, hè? Om daar heel actief mee bezig te zijn. Om mensen ook bijna te dwingen om content bij te houden, hè? Om te zorgen dat het wel actueel is. En dan worden die verbindingen wel gemaakt. Mijn advies aan ondernemers zou zijn, je moet een conceptontwikkelaar inhuren. Iemand die kundig is in het omzetten van functionaliteit naar goede ideeën, naar andere ideeën, want dan word je uniek. En je alles wat je doet heeft meteen ook functie. Dat vinden mensen leuk. Mensen vinden het leuk om te zien waar het bier vandaan komt. Maar daar zitten die tanks. Nooit over nagedacht. Dat zijn allemaal aanknopingspunten voor mensen om over te praten. Het moet eigenlijk zo zijn dat mensen andere mensen vertellen. Ik was in een hotel. Ja, en er gingen allemaal rare klosjes en dan zag je foto's van. Zij vertellen het verhaal waardoor de reclame al gemaakt is. Door bijzonder te zijn, creëer je plaatsvervangende trots.